Ik ben net vertrokken. We gaan weer naar het mega Lac du Der. Ja, toch een hele tijd er niet weer geweest door de hele corona. En we hopen nou dat we, ja, we op zich een goede stek geboekt, denken we. Ja, het weer zit ook goed mee. Het is de tweede week van mei. Dus op zich ja, goede kans dat we net in een goede periode komen. Het is niet echt warm geweest de afgelopen periode. Dus ja, naar alle waarschijnlijkheid gaat het ons lukken om een visje te vangen. Het enige geluk moeten we een beetje hebben in het voorjaar, is het vaak zo dat je heel veel hommel vangt. Als je überhaupt wat vangt. Dus ik praat er heel veel dat ik überhaupt iets vang. Meestal vangen we niks. Daar zijn duimpjes. En daar zit ook een kap. Nee, dat is niet meer. Ik zit wel tegen de kap, bij jou, buddy. Kijk, niet meer, joh. Het is gewoon lekker dat ik er voorheen vraag. Het is gewoon aan. Nog een zesde aas. Oh, dat is echt een 15 kilo. Hier is nog een belletje, hier is ook een zesde aas. Op, spring niet. Ik ga je echt al dag vissen morgen. Nou, hier zit ik dan. Bootje rechts daar. Ja, laten we hopen dat er nog een visje uitkomt. Ik hoop dat er een fatsoenlijke vis uitkomt. Ik mag niet klagen, maar de 15 kilo is nog niet gepasseerd. Ik heb al 9 vissen. 8 vissen. Ik heb toch wel besloten om niet op het water te blijven zitten, dat ik toch maar aan land ga zitten, want de golven beginnen langzaam echt te hoog te worden. En dit is nog maar de voorbodem van de storm. Dus ik, ja, die golven zijn al te hoog, man. Ik zag net echt de boot echt gewoon deiden dat de rotsen bijna eraf komen. Dus dat is onverantwoord, dat ga ik niet doen. Ja, ik ben aan dag vissen. Aangesproken lag ik daar midden in het water, maar zoals jullie kunnen zien, met deze storm had ik daar niet zo'n zin in. Ja, die golven die blijven van de zijkant hier over de dam heen komen. Ja, en dat is het grote water. Nou, we gaan voor een dagtripje. De spullen staan klaar. Ik heb gisteren daar aan de overkant heb ik echt geslacht. De dag daarvoor heb ik een paar gevangen en gisteren heb ik er 18 gevangen. Ja, echt bizar. Dus we gaan het proberen om nog een beetje dunnetjes over te doen. Al vangen we er maar een paar, dan hebben we het goed gedaan. Ja, alleen het enige nadeel is dat we het kamp zo achter moeten laten. Dus twee is zo goed als volgeladen bussen. Maar ja, oké, is goed. Je moet wat over hebben voor een goede sessie. Nou, we zijn vertrokken.
Gisteren had ik nog de tent erop zitten op de boot, maar we hebben besloten dat we dat vandaag niet doen. We gaan vandaag gewoon echt vanaf de kant vissen. Omdat we met z'n tweeën gaan, leek ons dat beter. Nou, kamp achter ons laten in de hoop dat daar niemand aankomt. Nee! Peter is een bak aan het rillen en nu zit hij ineens vast. Hangt hij nog? Je vangt hem wel! Jij bent een kleine boot! Ik heb er nog nooit gezien. Ik heb eigenlijk grote vissen gezien, maar dit heb ik nog nooit gezien, buddy. Je schrikt je kapot. Peter heeft de vis van zijn leven. Nee. Oh, fuck, dit is hem. Het is niet normaal. Fucking hell. Wat een bak. En nou wil ik zien hoe hij hem gehaakt heeft, want ik heb een kracht erop gezet. Kijk eens aan. Dit is de grootste vis in je leven. Dit is een ding wat zeker is. Oh, Jezus. Hey, op een Ronnie visje. Ja? Een roze pop-up, nee toch? Jazeker. Ja, deze gaat dik over de 30 kilo. Ja, ja. Deze gaat naar de 40 toe, denk ik. Ja, jongens. Dit is iets heel uitzonderlijks. Ik heb net de drill van mijn leven gehad. Ik had een visstek uitgekozen. Ik zag iemand iets van een vis draaien, maar ik dacht dat het meerval was. Maar waarschijnlijk was het deze vis. Handje voer erop. En we zullen dadelijk zien wat het voor resultaat gegeven heeft. In ieder geval was de drill spectaculair. Ik dacht er twee keer toe dat ik vast zat, maar die vis had zich gewoon in het wier vastgezwommen. Ja, normaal gesproken trek je hem er dan uit. Maar deze lag gewoon vast als een huis. Ik heb gewoon getrokken en er kwam niks. Hij wilde gewoon niet omhoog komen. Ja, toen heb ik uiteindelijk maar heel hard getrokken. En toen kwam die heel langzaam uit het wier. Big girl, ja, dat is Moby Dick. Moby Dick? Dat is Moby Dick? Nee. Niet? Nein, dat is niet Moby Dick. Wieso niet? Nein, dat is niet Moby Dick. Wo is dat dan? Aan de Schwanzwasser, hij had een andere Schwanzwasser. Oh, big girl dan? Ach, du Scheiße. No, is dat big girl? No, big girl. No, no, is not big girl. No, no. Ach, du Scheiße. Is dat maar dik? For me, it's not big girls, it's for sure. But I think it's not Moby Dick. Yes, it's other fish. There are more big fish in the lake. Other fish. Moby Dick here. It's broken. Yeah. Yeah, but if it's broken, it can repair. Not with Moby Dick. Many. I caught a few fish. From 36 kilo, yeah. And this is 38-40 kilo. Oh, hold up. Nee, geen 40 gras. 38. 38,5. Oh my god. Oh my Peter, god. Peter. Fish of a lifetime. Oh, en dan komt Parco de Brenda nog. Ja, maar dat... Heb je maak me voor. Ik ben aan het filmen nou. Ziekelijk, hé. Kijk, daar is een vis. What the fuck. 38.5. Ah, Peter. Oh. Very well deserved. Oh yes, he worked so hard for this fish. Oh. Zo, je betilt vanuit je rug, dat gaat niet. Nee, ik probeer. Kan zijn zwanstel zo hoog? Aan beste geen knieën. Ja, aan beste geen knieën. En dan op een knie liggen. Zo. Ja, ik moest rechts. Ik moest hem omdraaien. Ja. Ik gaf dat links niet. Ik moest trainen. Oh,
straks de kans. Ik leg tijdens de storm een mooi hengeltje uit. Ik zag een mooi plateau. Oh fuck. Wat is dit? Mijnen daarachter. Nou, gaan we. Nou, echt een prachtig vis. Een mega drill. Echt? Ik sloeg die vis aan en waren een paar pietjes. En dat heb ik nog niet meegemaakt de afgelopen dagen. En deze waren een paar pietjes. Ik dacht dat een zwaan er de lijn in ging. Ja, toen liep hij toch een beetje af, maar dat was ook geen super run. Ja, erachteraan. Super langzaam en drill. Maar super sterk. Gewoon super. Maar je zag gewoon die lijn zo over de bewegingen maken. Dus je kent, hè. En toen kwam deze zo boven. Zo, 38,5 kilo. Nou, daar gaat ze. Ja. Oh ja. Yo. Au revoir. Wow! Dat is een gaar grond.